fuck? Wat zijn ADV en ATV dagen? Arbeidsduur. Verkortende. Arbeidstijdverkortende dagen. Het zijn eigenlijk een soort van cadeautjes, extra dagen die je krijgt. Gewoon een lekkere vrije dag waarin je naar het strand kan gaan of je huis kan opruimen. Een dagje wil lunchen met vriendinnen of zo. Zet jij mee als je wil lunchen met vriendinnen? Ja, bijvoorbeeld. Of niet. Ja, ik weet al wel toevallig dat het is ingevoerd in de jaren 80. Om werkgelegenheid te creëren. Hoe dan? Nou ja, mensen die waren vaker vrij. Nou, als dat meerdere mensen doen, dan zijn er weer gaten die opgevuld moeten worden natuurlijk op die dagen door anderen. Ze zijn niet wettelijk geregeld. Het zijn bonus, het zijn extraatjes naast je extra vakantiedagen. Meestal mag je ze niet meenemen, maar dat hangt er ook vanaf waar je dan werkt. Het is wel slim om die altijd eerst op te maken en daarna pas de vakantiedagen. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.